Hoi, welkom bij deze nieuwe video waarin we weer dingen gaan proeven. En dat heet ook wel eens bunkeren, maar dat is een beetje een faal geworden. Maar goed, ik zag iets gebeuren in de supermarkt. Ten eerste heeft Albert Heijn opeens iets van 20 nieuwe smaken pindakaas toegevoegd. Als in echt crazy smaken. Dat ik dacht, what's happening here? En de keuze is too much. En het zijn allemaal van die dingen dat je denkt, oké, het is fucking lekker of het is fucking goor. Maar het kost 3 euro per pot, dus wie gaat dit allemaal proeven? Nou ja, ik ga het niet allemaal proeven. Het zou mad duur zijn. Maar ik had wel allemaal de dingen dat ik dacht, ja jeetje, wie gaat nou even vertellen of dit lekker is? Nou ja, dat gebeurde niet. Want er zijn wel die dingen in de supermarkt. Daar maken we allemaal een foto van. Of dat doen heel veel mensen. Dat zetten ze dan op Twitter en dan zeggen ze, wie eet dit? Of is dit lekker? En vervolgens komen we niet verder met elkaar. Dan weten we nog niks. Ik had even crazy dingen gepakt. Ik heb niet heel veel gepakt. Ik heb er 4. 4 gek. Zoet broodbeleg. Het is gewoon letterlijk in de supermarkt te vinden. Sinds kort. De meeste dingen zijn volgens mij wel vrij nieuw. Ik heb het nog niet eerder voorbij zien komen. Op zich gaat het niet eens om het geld. Ik ben best bereid om heel veel gek duur broodbeleg te kopen. Om voor jullie en voor mezelf te testen. Maar wat ga je er vervolgens mee doen als je het goor vindt? Dat is vooral dat ik denk van ja, dat vind ik jammer. Ik heb een heel lief broodje gekocht. Ik dacht, als we gaan proeven, moet je wel wit brood eigenlijk hebben. Ja, zoet brood legt wel best op wit brood. En gewoon wel lekker wit brood. Oké, ik denk dat ik met het meest neutrale moet beginnen. En dat is deze. Het is de pure hageltwist met zeezout. En sowieso hagelslag doe het in puur. Ik neem het liefst nog die van de Ruiter extra puur. En dan met de dikke roomboter in het kast. Dat is mijn favorite. Ik heb deze voorbij zien komen al eerder. Ik zag het staan in de supermarkt. Toen dacht ik nee. Want I'm sick of de zeezout trend. Ik vind het wel fucking amazing. Maar alles wat ik dan kocht viel altijd tegen. Er was geen zout te proeven. Totdat ik iemand zag op Twitter van de week. Die zei, koop dit allemaal want het is amazing. En toen had ik opeens vertrouwen. Natuurlijk gaan we dit wel met roomboter eten. En ik heb natuurlijk wel nu de ongezout. Ik heb ook eigenlijk gebruik ik heel vaak gezouten roomboter. Maar goed. Dan zou ik cheaten of ik überhaupt nog zout proef. Dus dat ga ik nu gewoon goed testen. Ja, we komen er. Ja! Yeah! I love this. Alles voor de wetenschap. Doe ik hem dan in 1 keer? Oké. Cheers. Ik snap het niet zo goed. Want dat was precies waar ik bang voor was. That's happening. Ik proef geen zout. Maar gewoon echt niet. Misschien ben ik ook wel verpest natuurlijk. Omdat we altijd al zoveel zoute dingen eten. Maar echt, ik proef het niet. Het is wel gewoon super lekker hagelslag. Dus het is niet dat het goor is. Dus dat het per se een miskoop op is. Maar ja, ik word dan toch wel blijer van de echte gewoon normale extra puur hagelslag. Maar goed. Oké, nu gaan we naar de pindakaas. Er is namelijk een hele lijn pindakaas met de gekste smaak ontstaan. Er is bijvoorbeeld cranberry kaneel, chili, honing. Heel veel geks. Maar ik durf dit eigenlijk allemaal niet aan. Want sowieso, ja, weer dit zeezout karamel dingetje. Dat is wel een trend. En het, zoals ik al zei, valt het gewoon heel vaak tegen. En ik vind het gewoon heel veel snel dingen te zoet. Ik heb stiekem vanochtend een video gevonden waarin ze alle smaken testen. En nou, zij waren echt bij elke smaak wel nog enthousiast. Maar toen durfde ik dan dit wel aan. Ja, het ruikt wel goed hoor. Woe! Kijk, het is echt vet. Cheers. Mijn god, jongens. Oh my god! Als je dit gaat proeven, heb je geen verwachtingen, want dat is het gewoon niet. Zout? Nee. Totaal niet. Heel erg zoet? Nee. Maar nu ik mijn lippen aflik, is het wel zout. Gek. Hoe ik altijd mijn pindakaas eet, ik gooi er altijd suiker overheen. En dat doe ik omdat de pindakaas dan niet zo plakt. Ik moet zeggen dat deze ook niet plakt, want hij is gewoon wat vetter. Ik denk dat het precies zo smaakt zoals ik mijn pindakaas altijd eet.
met die extra suiker erop. Gewoon, ja, toch wel wat zoeter. Maar ik ben die smaak gewoon heel erg gewend. En het smaakt precies zo. Dus dit is gewoon echt alles waar ik echt zo erg van hou. Wat ik altijd zo lekker vind. En dan, ik eet het al heel mijn leven zo. Maar dat is zo, oh my god. Ik had echt niet verwacht hier zo van te houden. Maar deze is zo lekker. Oh my god. Ik had echt verwacht dat deze goor en zoet zou zijn. Oké, deze is echt amazing. Love it. Oh, dit is echt een nieuw favoriet. Ik ben zo blij dat ik jou heb geprobeerd. Dat ik jou een kans heb gegeven. Mr. Kitchens. Dan gaan we echt voor het meest gekke. We gaan voor de blije boterham. Smeuïge muisjespasta. Dit gaat gewoon fout. Ze beelden hier de blauwe en roze muisjes al af. Zoals we die bij de geboorte op de beschuitjes kennen. Maar die eet ik wel altijd op een beschuitje met roomboter. En ik hou ook van de gestampte muisjes. En dat smaakt natuurlijk in precies hetzelfde. Maar dan ook weer met een dikke laag roomboter. Maar goed, ik ga dit niet met roomboter doen. Want dit is voor mij al killing genoeg. Oordeel zelf of je dit er smakelijk uit vindt zien. Maar ja, ik denk, waarom moet het dan weer in een andere vorm worden gepropt? Het slaat echt alles. Ik weet niet wat het nut hiervan is. Ja, het neemt wel makkelijker mee natuurlijk. Want dat andere wordt wat zompiger waarschijnlijk. Oké, heel benieuwd. Ik dacht eigenlijk dat dit heel erg ging tegenvallen. Nu ben ik, denk ik, wel redelijk enthousiast. Wauw. Dit hebben ze echt goed gedaan. Can't complain, man. Wauw, dat is echt een shit. Ik dacht, dit gaat onwijs tegenvallen. Omdat heel veel dingen ik gewoon extra lekker vind. Omdat er gewoon een dikke laag roomboter onder zit. En dat ga ik hier niet onder smeren. En dan ga je dat dan nooit dat romige lekkere. Dan krijg je een beetje dat meh. Net niet, maar het is zo. Het is gewoon perfect. Het is echt. Het is gewoon romig. Het is lekker. Het is smaakvol. Het is precies zoals je het wil. Dan de laatste. Dat is sinaasappel pure chocoladepasta. En ja, dit is een beetje. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Wow! Heerlijk. Ik hou echt onwijs van chocola met sinaasappel. Vooral puur. Maar ja, om het nou op je brood te smeren. Daar heb ik een beetje mijn gedachtes over. We gaan het meemaken. Wow. Wow. Oh, ik vind het wel heftig. Er zit sowieso echt way too veel sinaasappel in. Dat is een beetje tegen bittere aan, weet je wel. Alsof je meer sinaasappel schil dan sinaasappel zit te eten. Ik weet niet, misschien is het nog een succes om gewoon met een lepel zo direct uit de pot te eten. Maar ik moet zeggen, de smaak is echt too much. Heel heftig. Nee, hier hebben ze niet zo goed over nagedacht. Beetje jammer. Dus, ik moet even iets drinken. De dingen qua huismerk hebben best wel gefaald. Dit is niet vies, maar is ook niet spectaculair. Dit doe het maar gewoon niet. Maar in ander nieuws is dit echt amazing. Dat had ik juist helemaal niet verwacht. Ik had juist verwacht dat dit tegen zou vallen. Dus ik kan dit echt enorm aanraden. Vooral als je nog niet bent gewend te smaken qua pindakaas met suiker. Probeer dit eens. Het is echt heel lekker. En het is gewoon niet zo plakkerig als de pindakaas die we gewend zijn. Ik ben heel benieuwd of iemand het aandurft om de stroopwafel variant te proeven. Of dat jullie zeggen van nee, Sanne, doe jij het maar. Laat even weten in de reacties of jij al een van deze gekke broodbeleggen hebt. Beleggen? Is dat het meervoud? Ik weet het niet. Beleg hebt geprobeerd. Of dat je andere gekke dingen in de supermarkt hebt gezien. Dan hoor ik het heel graag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace out. Doei. Thank you.